En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten, gitter bommend, gitter kaldermugend heer. Want de ludie kunnen praten toch niet laten, ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat zou ik straks maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Viert je Sinterklaas? Jazeker. Jazeker. Een beetje. Ja, wij gaan het vieren met ons gezin, aanhang, kleinkinderen. Gaat u wat doen dit jaar met Sinterklaas? Wij hebben wij al gedaan. En wat heeft u gedaan, voor vragen? Wij hebben volwassen kinderen. We zijn een weekend weg geweest. En op een van die avonden hebben wij Sinterklaas gevierd. Ja, we gaan bij mijn moeder even lunchen, maar we gaan ook wel iets met kerst doen. Met de kleinkinderen en de kinderen Sinterklaas vieren, dus cadeautjes uitwisselen. Surprises, gedichten, gezelligheid, lekker bij elkaar. Wij gaan een hele gezellige zondag maken. In de zak naar Spanje. Nee, met de kleinkindjes en de kinderen, dus gewoon lekker gezellig samen zijn. En wat vindt u nou voor een maximum bedrag voor cadeautjes? Ja, dat vind ik heel lastig. Kinderen hebben allemaal al zoveel. Nou, wij hebben afgesproken 25 euro. En ja, daar houden we ons dan ook aan. Nou, 50 euro denk ik. Maximale bedrag. Nou, dat is lang geleden. Dat was ongeveer 10 gulden. Wat vindt u nou echt het maximale bedrag voor Sinterklaas cadeautjes? Ik denk dat dat eraan ligt met wie je Sinterklaas viert. Nou, mijn kinderen zijn al wat ouder. Dus denken wij zo plus minus aan 50, 75 euro per kind. Ja. En voor vrienden, familie? Ja, wij doen surprises. Dus voor de surprises doen we een tientje. Houden we het leuk. Ik las in de krant in het weekend iets, een heel leuk idee. En daar ga ik echt over nadenken en met mijn gezin ook over hebben. Van, om eens een keer uit te proberen van koop een cadeau in een tweedehands winkel. En kijk hoe dat is. Want er is zoveel verspilling van materiaal en we kopen maar steeds nieuwe dingen. En is dat nou echt nodig? Oké, dus er gaat ook helemaal niks doen met surprises of iets in die richting dit jaar? Nee. Dus we doen wel met kerst. Meestal doen we wel even met elkaar loodjes trekken en dan wat leuks maken.